Ja, en ik heb bezoek, ik had het gezegd, hè, bezoek uit Limburg. Ik vind het heel lief dat we in dit hondenweer tot hier helemaal zijn gereden om een nieuwe single te komen afgeven, zodat ik hem hier als allereerste kan spelen. Een heel goede avond. Welkom Jan, Cedric en de ritmesectie van de Sore Losers. Hallo. Hallo. Hallo, zeg, alles goed? Zeker, zeker. Waar zaten jullie? Wanneer? Al die tijd. Ja, en onze stal in Limburg. Ja, spaarden en foeieren. Ja, het is een tijdje geleden, hè, de Sore Losers. Ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer jullie hier de laatste keer geweest zijn, maar het zal toch wel een dikke twee jaar of anderhalf jaar geleden zijn. 2011, denk ik. Ja, het is toch van 2011 geleden, ja. Oké, maar het goede nieuws is, jullie zijn hier en jullie zijn hier niet zomaar om eens hallo te komen zeggen. Jullie hebben een nieuwe single en jullie hebben ook een nieuwe plaat binnenkort. Dus daar moeten we natuurlijk alles over weten. Die plaat, ik heb gezien dat jullie daarvoor naar Zweden zijn gegaan om die daar te gaan opnemen. Dat was ergens in april en dat was in Göteborg. Waarom zijn jullie naar daar geweest? Ging dat hier niet? Wel, we zijn eigenlijk een beetje een legendarische mengtafel achterna gereisd. Onze platenbaas die wist dat wij op zoek waren naar een specifiek geluid. En die heeft ons een studio aanbevolen in Göteborg, in Zweden. En de tafel die daar staat, die is ook gebruikt geweest door Led Zeppelin. Oef. Ja, dus dat kan wel tellen. Queen. En Queen ook. En David Bowie heeft Heroes daarmee opgenomen. Ja. Dus en toen kwamen wij, dus... Ja, nu is die tafel in brand gestoken. Nee, maar en inderdaad, is dat dan... je staat er dan in zo'n studio, een legendarisch ding, een legendarische tafel. Hoe voelt dat dan? En hoor je dan echt het verschil als je daar dan aan het werken bent? Ja, dat is toch wel straf. Allee, je hebt het materiaal, de tafel, maar ook de ruimte. Ja. En die combinatie, dat doet wel iets. Dat is echt wel de moeite om die afstand af te leggen. En natuurlijk is het voor ons, we hebben altijd al, als we platen op hebben genomen, in afzondering gezeten, altijd weg van thuis en blijven slapen. En in Zweden is dat natuurlijk nog veel verder en dan zit je nog veel meer in je eigen wereldje en dat heeft goed gewerkt voor ons. Ja, zit er veel Zweden in de plaat? Nee, totaal niet. We zaten daar op een industrieterrein ver weg van alles. Het enige wat er in de buurt was een Thai. Oké. Echt. Ja, we hebben er niks gezien. Maar kijk, dan is het goed dat jullie naar daar geweest zijn om hard te werken. De plaat, die is af. Die heeft ook al een naam, neem ik aan. Ja. En hoe heet die? Mogen we het zeggen, zo? Ja. Zeg jij het maar. Roslyn. Roslyn? Ja. En leg het eens uit, wat is dat, Roslyn? Goh, dat is een lang verhaal. Het heeft ook veel te maken met de artwork van de hoes en waar die op geïnspireerd is. Oké. Okay. Dus ik mogen nog niet alles zeggen. Een klein tipje van Een legendarische figuur is onze hoes aan het maken, op dit moment, in Amerika. Ja. Heeft nogal hoesen gemaakt, voor platen die je in Studio Brussel kapot heeft gedraaid. Oké. En die gast... Die heeft al een Grammy gewonnen voor hoe ze te maken. Echt, we hebben niet liegen. Ik zie het in je ogen. Het is allemaal bloody, echt serieus. En dan heeft ons plaat gehoord, want dat is zo chic. Hij zegt van, ik moet denken aan een western uit de jaren 50 of 60, denk ik. Ja. En de hoofdactrice, haar naam in die film is Rosalind. Maar nee. En waar heeft die gast jullie plaat dan gehoord? In Zweden? Of, Nee, ik heb die gast. Ik ben er heel grote fan van. Ja? En ik heb gewoon gedacht van fuck it, ik ga die een mail sturen en vragen van dude. Ja. Ah, ik ben zo slecht in quizzen, hè. Dus wilt je het niet doen? Nee, dat gaat je nooit raden. Nee. Ik zeg, wilt je dat gewoon niet doen? We zijn maar een arme Belgische band, maar we hebben niet veel geld. Maar we zijn fan van u. En die gast zei van, weet je wat, fuck it, ik doe het gewoon. En ik ben heel trots op. Echt. Ik ga nu niet zeggen wie. Nee, en heb je al zo'n sneak preview gekregen van wat hij aan het doen is? Ja. En het ziet er fantastisch uit. Ik ben heel content. Oké, goed. To be continued, want ik ben dus niet goed in quizzen. En ik ga maar dat raad je niet. Dat is echt insider, maar die gast heeft echt heel... legendarische hoesen gemaakt. Oké, kijk, dan weten we nu al een heel klein beetje dat het een fantastische hoes wordt. De muziek, ik heb het nog niet gehoord. Het staat hier klaar, de titel staat klaar. We gaan hem samen voor het eerst beluisteren, die nieuwe single. Maar jullie mogen zo meteen op play duwen. Maar de rest van de plaat, wat moeten we daar zeker over weten? Dus Roslyn, dat wordt de titel. Dat is een soort van, het is dan een filmisch figuur. Is dat een soort rode draad door de plaat of niet echt? Goh, de titel van de plaat is vooral geïnspireerd op het artwork, zoals Cedric zei. Ja. En de plaat zelf hebben we redelijk veel verschillende invloeden. Maar zoals de single die we nu gaan horen, Girls Gonna Break It, daar zit de groove bijvoorbeeld. Hebben we Muddy Waters, Electric Mud en zo, hebben we ons daar toch door laten inspireren.
Rosalind is ook de ongrijpbare liefde, hè. Natuurlijk. Zit er ook, ja, ik dacht al, dat moest er toch ergens in zitten, hè. Die ongrijpbare liefde, een liefde op een plaat. En dan knipogen ze naar elkaar. Wat gebeurt hier allemaal? Nee, en wat moeten we zeker nog weten? Iets heel belangrijks, er is zeker zo nog iets wat je heel erg graag kwijt wil over deze plaat. Goh, we zijn heel, heel blij dat hem af is. Ja. We hebben er hard aan gewerkt. Ja, ja, echt waar. We hebben er hard aan gewerkt. Ja, en jullie gaan hem voorstellen in de AB 16 november. Dus dat wil zeggen dat jullie nu al vol een bak aan het repeteren zijn. Mm-hmm. En hoe gaat dat? Supergoed. Ja? Ja, echt waar. Klinkt heel vet. Ja, maar even dit terzijde. Ik ben Cedric, ik speel gitaar. En dat is Jan aan de andere microfoon als de zanger. Ja. Wie je niet hoort en toch bij is Kevin en Alessio. En dat is echt... Maar ze zijn er wel, hè, jongens. Een bom van een ritmesectie. Amai. Ja, oké. En dat maakt ons werk ook wel heel gemakkelijk. Ja, ja. Ik kan als gitarist gewoon alles gewoon vol spelen. Dat maakt niet uit. Jan, die lult maar wat. De ritmesectie is zo stevig. De AB gaat knallen. Ik ben er, ja. Oké, okay, 16 november in de AB Club. En dan stel ik voor dat het moment is er, hè. Ik bedoel, het is aangekondigd overal. De grote première van jullie nieuwe single. The Girl Is Going To Break It. The Girl, is dat dan ook die Roslyn? Ja, kan zomaar zijn. Het kan zomaar zijn. Oh. Of het is die andere onbereikbare daar ergens ver weg. Hè? Dus jij bent misschien. Oh. Ja, misschien ben ik het wel. Ik kan het niet weten. In elk geval, voilà, we gaan hem spelen. Jullie mogen op play duwen. Goed? Goed. Oké, okay, ready? Ja, doe maar. Daar gaan we. Select. Ja, de première van de gloednieuwe single van de Sore Losers. Ja, echt de allereerste keer. Hoe voelt dat eigenlijk voor jullie? Nu dat zo... Ja, we hebben de boxen hier ook heel erg luid gezet in de studio. Ja, hij is ontmaagd, hè. Het is helemaal ontmaagd. Het is out there. En de reacties komen binnen, hè. Vette plaat, blij dat ze terug zijn. Oh, dat deugt. Dat was mijn ma waarschijnlijk. Ik weet het niet, staat er niet bij. Het is alles een sms'je dat binnengekomen is. Maar ja, zie mama. 3 jaar, jullie hebben hard gewerkt, maar het resultaat mag er zijn, denk ik. Hè. En de plaat dan binnenkort ook in de winkels, die komt uit op 16 november? Of, Nee. Of vroeger of later? Later. Later, oké. Okay. Maar goed, 16 november, de mensen die erbij willen zijn, die weten het nu. Die moeten zijn in de AB en ik denk dat we de single gewoon nog heel veel gaan spelen, want hij klinkt heerlijk warm, vind ik. Och, dat zou fijn zijn als je dat wilt doen. Wel, ik zal het proberen doen. Merci, ja. De Sore Losers waren dat. Merci om langs te komen en tot binnenkort, hè. Merci. Yo. Ciao. Select. Select. Studio Brussel. Studio Brussel.